Dit is lekker debuteren, denk ik. Ja, hartstikke lekker natuurlijk. Als je 5 minuten voor tijd de winnende kan maken. En ja, dat je hier met 2-1 wint, is fantastisch. Kun je ons meenemen naar hoe dat doelpunt ging? Volgens mij werd ik ingespeeld, kon ik opendraaien en stak ik Henk in de diepte. Die kwam net iets te diep uit en gaf de bal voor. En volgens mij legde Sascha hem goed terug en laat Dorasso ook nog goed lopen voor mij. En, ja, hij valt voor mijn voeten, ogen dicht en rammen. Ja, dat was wel rammen, want hij ging bijna door het doel heen, zo hard was hij. Ja, op zo'n plek dan moet hij gewoon door het net heen en dat gebeurde gelukkig. Er stond er gelijk een feestje bij het uitvak. Hoe heb je dat ervaren? Ja, dat is altijd lekker natuurlijk. Zeker in zo'n uitwedstrijd. Voor het uitvak staan met z'n allen en lekker schreeuwen. Nee, dat was wel een ontlading, moet ik zeggen. Zag je hem ook nog aankomen, die 1-2? Want het stond 1-1 en Dembos drong echt wel aan. Maar toch viel hij aan de goede kant, zeg maar. Ja, ik denk dat we na de 1-1 even zoekende waren. Dat zij inderdaad wel heel opportunistisch gingen spelen. Echt vol op de aanval. Ja, dan moet je ook een beetje vertrouwen hebben dat er nog een kans voor ons gaat komen. Want ze gaven wel erg veel ruimte weg. En ja, dan is het lekker dat hij valt. En ik moet zeggen dat we daarna fantastisch hebben gedaan. Er zaten best wel een hoop jongens die er doorheen zaten. Maar iedereen knokte voor wat hij waard was om hem over de streep te trekken. En uiteindelijk tellen toch de 3 punten en de manier waarop, dat maakt dan even niet uit. Nee, zeker niet. Maar ik vind de manier waarop moet ook best vertrouwen geven. We hebben geknokt. Bij Vlagen best een aantal aardige dingen laten zien, dus dat moet gewoon vertrouwen geven.